mijn pashokjes shoplog. Ik ben net zo'n schilder nu. Dit is echt lelijk, hè? Ben je zo'n 12, zo'n 8e klasse. Ja. Oké, dit is het eerste truitje. En op camera ziet het er niet zo heel leuk uit. Ja, ga jij mijn jas wel hebben dit doen? Moet ik dat doen? Ja. En de H&M, bitches. Oh, je bent ook warm. Je moet even die handschoenen uitdoen. Je bent hartstikke warm. Hele goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlogmas. Het is vandaag vlogmas 7 alweer. En ik ga eventjes naar de winkels, want ik ga even shoppen, want ik moet nog wat dingetjes kopen. Voor de jongens sowieso een pyjama. Omdat we vrijdag weggaan naar, dus morgen, gaan we weg naar Center Parks, maar dan in de Ardennen met z'n allen. Het wordt super gezellig, maar ik heb het altijd koud en ik ben al een keer in de Ardennen geweest en toen bevroor ik me af. Dus daarom wil ik nu even een sjaal, handschoenen en... Wat was het andere ook alweer? Wat zei ik nou? Sjaal? Pyjama en een badjas. Een hele dikke badjas. Want ik heb het altijd koud namelijk. Oh, je wilt een dikke badjas voor je. Die gebruik ik nu. Echt heel dik. Oh, dat zeg je nu pas. Ja. Ik zit maanden kou te lijden. Ik zweer het, ik heb het nog nooit zo rustig hier gezien. Dit is echt een woehoe moment. Ik ben dus in de Primarkt in Amsterdam, hè. Besef je even. Er zijn echt heel weinig mensen hier. Dat is echt super chill. Nou, ik heb wat spulletjes gepakt, dat ik ga passen. Ik heb hier een trui. Die vond ik wel leuk door dit rietje. Een blouse. Weet ik eigenlijk niet of ik dat leuk vind. En nog een trui. Deze horen bij elkaar, zeg maar, dan. Dus ik ga nu even passen. Oké, ik heb hier nu mijn eerste trui en ik weet eigenlijk niet wat ik ervan vind. Hij is een beetje, ja, gewoontjes eigenlijk. Nick, wat vind je? Beetje saai. Beetje saai, hè? Niet echt speciaal of zo. Maar misschien is het ook wel een keer lekker. Om... Ik vind hem leuk. Ja? Ja. Om een keer niet iets speciaals. Zo. Kijk, dit is een kleinere maat. Ik vind die toch leuker, hoor. Zit beter, hè? Ja, die andere zat een beetje loeberig. Moet ik hem niet doen? Even door je jurk. Oké, dit is nummer 2. Maar ik vind het ook eigenlijk niet echt dat ik denk, nou, ik ga het aan Nick laten zien. En deze dan? Ik ben net zo'n schilder nu. Ja. Maar je hebt ook echt de perfecte BH voor aan. Ja, dit is mijn topjes BH, Maar dit is maar 38. Kijk hem. Nou, het is wel leuk, maar ik kan heel moeilijk doorheen kijken door die hele lelijke BH die je aan hebt. Die is echt... Dat is wel jammer, want het is wel heel leuk kleur. Ja, het is wel. Dit gaat je niet opzetten. Wat vind je van deze? Maat. Dus dat gaan we nu proberen. En anders heb ik dus niks. Wat dan? Die ligt als een fotje. Ja, die ligt wel eens vaker dan als een fotje. Nou, hier weet ik het ook niet van, hoor. Afzonderlijk zijn ze wel leuk. Die andere is leuk. Dit is niks. Ja, die trui is helemaal niks. Dit is echt lelijk, hè? Dan ben je zo'n 12, zo'n 8e klasse. Ja. Dat hoeft allemaal niet mee. Hoor. Dit is toch raar. Hoef je niks mee te passen dan? Nee, dit was het en ik doe niks. Ik moet alleen naar de Sarah nu dan. En de H&M, bitches. Ik ben nu bij de Sarah en ik heb echt te veel leuke dingen gezien. Zoals je hier ook allemaal weer ziet. En een broek daar. Alles leuk hier altijd, dat is mijn probleem. Ik wil gewoon te veel, maar ik ga het nu even passen. Nou, ik heb nu die tijgerprint, of die panterprint aan. En ik vind hem hierboven een beetje los zitten. Oké, dus ik weet eigenlijk nog niet hoe ik hem vind, want hij zit een beetje apartig. Oké, dit is het eerste truitje. En op camera ziet hij niet zo heel leuk uit. Met echt, is hij echt heel zachtig en heel zoet. Dus deze ga ik sowieso doen. Dat vind ik echt een leukertje. Ja, kijk, dit mouwtje, echt geweldig. En dat in de trein, dan komt hij hier weer wat strakker. Ja, ik ben helemaal verliefd op deze. Ik ben echt bloedheet. Maar oké, dit is outfit nummer 2. En deze heeft schoudervulling en dan zo'n dingetje. En ik heb nu ook een kleinere broek aangedaan, de XS. Ik had net een S gewoon aan. Ja, mijn navel is echt van de bevalling. Is dat die kinderen zo geworden. Kijk, nu heb ik dit weer hier. Oh.
Maar zit hier wel fijner. Bij mijn buik. Ja. In ieder geval gaat het net van de trui. En die vind ik wel echt mega cool eigenlijk. Gewoon met dat schoudertje. Vind ik hem wel echt stoer. Hoeveel was hij? 18,95. Oh, wat een schatje. Kijk. Zo, ik ben lekker thuis en ik heb mijn nieuwe badjas die ik bij de Primarkt heb gekocht aan. En hij is echt lekker voor in huis. Dit is echt amazeballs voor mij. En verder heb ik ook nog eens een keer panty gehaald met een binnenvoering. Dat is deze. Die zit ook echt super lekker. En nieuwe pantoffels van de Pri. En verder heb ik nog wat andere spulletjes gehad, maar die zal ik zo meteen even laten zien. Die? Die heb ik voor jou gekocht. Is een muts, een sjaal en handschoenen. En die? Ik heb deze gekocht. Nee, kijk, wat is dit? Een sjaal. Een sjaal. En die? Een muts. En dat? Handschoenen. Maar die ga ik mee naar school, hè? Ja. Dat is naar school. Deze dus nieuw gekocht. Een mutsie. En deze jas is het geworden. Hij is leuk, hè? Ja, heel erg leuk. Ja. En we hebben dan lekker warme, dikke kleren. Ik ga nu mijn jas uit, want ik krijg het bloedheet. Ga maar op je bed kijken. Ja. Loop maar. Deze. Ga maar lopen. Daar heeft mama nog iets heel leuks voor jou gekocht. En voor Alessio. En voor Alessio? Ja, voor in het weekendje. Zie je dat? Die is leuk, ja, hè? Ja, die wil je ook mee naar school. Wil je die aandoen nu? Ja, die jas gaat ik uit. Ja, doe maar beneden hangen. Alessio heeft er ook één. Dezelfde als Memphis. Oh. Wow, leuk hè? Ja, ga jij mijn jas weer naar beneden doen? Moet ik dat doen? Ja. Mama, wil je mijn jas naar beneden brengen? Ik heb gewoon jas naar beneden te brengen. Tuurlijk schat, dat wil ik wel. Kijk. Geef hem maar mama. Dankjewel. En de schoenen ook. Geef ook maar mama. Oh, wacht. Die en die. Oké. Ja, ik ben echt super blij met deze jas. Ik vind hem echt heel leuk. Deze van de Sarah trouwens. En het mutsje is van de Pri. Nou, ik ben er gewoon heel blij mee, Toppie. Ik vind hem helemaal te gek. En heb ik ook nog deze kleur sjaal gekocht. Dat is echt zo'n hele grote sjaal. Dat vind ik ook super lekker. En ik vond hem wel leuk bij mijn mutsie passen. Dus ja, die is er ook nog. Wat mooi. Je hebt alles aangedaan. Ook je handschoenen. Maar binnen hoef je geen handschoenen aan, hè? Nee, die. Muts. Die. Handschoen. Die handschoenen gaat naar school. Ja. En die muts gaat ook naar school. En je sjaal? Die ook. Ja. Maar die niet. Nee, die niet. Die is voor thuis, hè? Ja, die goed zo. Die was voor de slapen. Niet. Ja. Oké, Lesjo. 1, 2, 3. Tada! Dezelfde als Memphis. Memphis is echt heel erg verkouden geworden eens. En we gaan morgen naar de Ardennen. Dus ik hoop echt dat het goed gaat. Oh, ik cross my fingers. Hij ziet er wel echt beroerd uit. Hoe voel je je? Ja? Je hebt wel een beetje waterige oogjes. Oh, je bent ook warm. Je moet even die handschoenen uit. Je bent hartstikke warm. Hij is warm, maar hij is koud. Ik heb een verrassing voor je. Ik heb een verrassing voor je. Ja. Kijk eens! Hij is zo leuk! Zo groot, ga er eens naast staan. Wat wordt zijn naam? Giraf. Giraf gewoon? Ja. Oké. Okay. Nou, Memphis heeft dus echt vet koorts gekregen en zijn oor doet heel erg zeer, dus och. Ik ben bang. Ik laat hem morgen sowieso thuis, maar ik heb hier iets in mijn neus. Ik ben bang dat hij dus ziek wordt. Net voor het weekendje voordat we weggaan. Dat is echt weer leuk. Nat. Maar ja, we shall see hoe hij het gaat doen. Dit
dit was mijn pashokjes shoplog in een hele korte versie. En hierbij ga ik ook de vlogmas afsluiten. En dan zie ik jullie maandag weer bij een nieuwe vlogmas. Vond je dit een leuke vlogmas? Vergeet dan zeker een dikke vette duim omhoog te geven en te abonneren door je door hieronder te klikken. En dan zie ik jullie maandag weer bij een nieuwe vlogmas om 18:30. Hou van jullie. Stay good. Love you. Bye bye. Mwah.